Edwin van Hoevelaak, vandaag het TV Oranje Festival. Toch een beetje de grote motor achter het succes van Nick en Simon. Nummers van Jan Smit, Jeroen van der Boom. En binnenkort dan een eigen single. Ja, heel speciaal. Nou ja, weet je wat het is? Dat liedje ligt al een jaar of twee op de plank. En je weet hoe dat gaat. Dan komt die er tussendoor, die er tussendoor. En dan denk je op een gegeven moment, volgende week ga ik hem uitbrengen. Komt niks van terecht. En nu heb ik gezegd, nou gaat het gebeuren. En volgende week ligt hij in de winkel. Ongelooflijk. En het liedje heet? Vandaag. Nou, het gaat erover dat je eigenlijk zo moet zien. Vandaag is een mooie dag, dat is de titel. Dus elke dag is een mooie dag, je moet ervan genieten. En dat is een beetje de insteek van het verhaal van het liedje. Dan herinner ik mij een jaar of acht terug een single met een te veel aan slaapmutsen en de titel We blijven wit vandaag. Dat is een heel andere instelling. Ja, nou ja, dat kan natuurlijk ook. Want toevallig is vandaag mooi weer hier in Steenwijk, want ik heb gehoord dat in Steenwijk altijd mooi weer is. Maar je hebt ook van die dagen, ja, dan regen je natuurlijk van de planeet af. En dan kun je beter in bed blijven liggen. En daar ging dat liedje over. Maar ja, het punt was toen eigenlijk, we brachten het uit toen het dit weer was. Dus het is niet echt gelukt toen in die tijd. Want iedereen ging naar buiten. Die dacht van, ik blijf helemaal niet in bed. Ik ga lekker naar buiten. Hoe belangrijk is TV Oranje voor de Nederlandse artiesten? Nou ja, van levensbelang zou ik bijna willen zeggen. Ik bedoel, er zijn heel veel nieuwe artiesten, nieuw talent wat nu een podium heeft, gelukkig. Want er is in Nederland niet zoveel televisie voor nieuw talent. En TV Oranje biedt hun dat podium. En dat is natuurlijk geweldig. En de mensen gaan uiteindelijk beslissen wat ze leuk vinden en niet leuk vinden. Maar ja, als je niet weet dat die artiesten er zijn, dan zul je ze nooit ontdekken. En TV Oranje biedt hun dat podium. En ja, daar ben ik natuurlijk zielsblij mee. Oké, hoe ziet jouw ideale dag eruit? Ik denk een dag als vandaag. Ja, moet luisteren. Met allemaal lieve en mooie mensen om me heen. Prachtig weer. Gezellig in Steenwijk. Dus zo is een ideale dag toch?